Het is een stakingsgraad van 90%. Dus de mensen, is ook een teken aan de wand dat in de sorteercentra algemeen over België eigenlijk maar een goed 10% van de mensen aan het werk is momenteel. Oorzaak: een algemene onvrede over arbeidsdruk, over personeelstekorten, over al maar nieuwe besparingen. Het is continu de besparingen door de jaren heel. Het is eigenlijk al een ganse tijd aan de gang. Plus wordt er van dingen van topmanagement uit. Er wordt niks voor het personeel niet meer gedaan. Hetgeen dat in de portemonnee zit, is echt puur en puur voor de aandeelhouders. Er gaat niets meer naar de mensen zelf. Morgen staken de chauffeurs, ook daar klachten over werkdruk. En collega's vervangen is moeilijk door te lage lonen. Zij verdienen 11,12 euro per uur. En in de transportwereld hebben ze 15 euro per uur. Het is niet moeilijk dat ze dan gaan lopen, uiteraard. Het zwaartepunt komt vrijdag. Dan staken de postbodes. Zeker zij klagen over overbelasting en over slechte statuten voor de nieuwelingen. Ja, ik heb 23 jaar postbode geweest. En had ik nu nog postbode geweest, dan had ik zeker ook gestaakt. Want, ik vind persoonlijk dat daar vooral de grootste druk ligt. Mensen 10 uur en 11 uur laten werken zonder dat ze deftig betaald zijn, dat is onmogelijk. Na deze 5 dagen, komen er nog 5 dagen? Ik hoop van niet, maar dat zal van Bipost afhangen.